Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 3 mei bloeddrukmeters uitgedeeld aan gezondheidsinstellingen in het hele land. Deze actie komt voort uit waarnemingen tijdens werkbezoeken waarbij bleek dat basale apparatuur niet goed functioneerde. Het initiatief valt samen met de uitroeping van mei 2024 als Hypertension Awareness Month met activiteiten om bewustzijn te creëren over hoge bloeddruk. Dit zal zorgverleners helpen nauwkeurigere metingen te doen en patiënten beter te behandelen. Bewoners van Jakartaweg en Sidorejoweg in Nieuw-Nikeri hebben op 28 en 29 april trainingen over afvalscheiding en composteren gevolgd, georganiseerd door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Met steun van verschillende partijen leerden ze over de 5R-principes voor afvalbeheer en benadrukten ze composteren als een manier om organisch afval om te zetten in waardevolle compost voor tuinen. De trainingen waren succesvol en bewoners zijn enthousiast om bij te dragen aan een schoner milieu in het Kringbeerti-projectgebied. Drie mensen zijn dit weekend omgekomen bij verkeersongevallen in Suriname. Een voetganger werd zondagavond aangereden op het Garnizoenspad, terwijl een andere overleed na een botsing op de Anton Drachtenweg. Een 31-jarige man stierf na een aanrijding met een vrachtwagen op de Bommaweg. De precieze omstandigheden van de ongevallen zijn nog niet helemaal duidelijk. Alle drie lichamen zijn in beslag genomen door het Openbaar Ministerie.